dat geldt voor mij, voor heel veel van mijn tv-optredens, dat je speciaal uitgenodigd wordt om een beetje zure praatjes te houden. En dan liefst ook over een onderwerp waar je ook zure praatjes over kunt houden. En als ik nou een beetje geïnformeerd ben over Marcel van Roosmalen en de televisie, dan is mijn indruk dat hij speciaal gevraagd wordt om een beetje komische, cynische praatjes te houden, toch? Dat is zijn specialiteit. Het Verlossen, kunt u mij horen? Maarten, nog steeds in Amerika. We zitten natuurlijk een paar maanden nu voor de midterms, belangrijke verkiezingen. Lijkt erop dat de Democraten flinke klappen krijgen. Komt natuurlijk ook door de hoge inflatie, benzineprijzen, et cetera. Wat merk jij daarvan nu, een paar maanden voor die verkiezingen, op die plek waar je nu bent? Hoe is het bijvoorbeeld met de populariteit van Donald Trump? Wordt daar iets over gezegd? Ik volg de politiek eigenlijk maar op een zekere afstand. Ik denk wel dat het voor de Democraten aanstaande november heel slecht af gaat lopen. De inflatie is hier hoog, de benzineprijzen zijn hoog. En hoge benzineprijzen, hoewel ze nu dalende zijn, dat is een plaag. Dat is een directe bedreiging, laten we zeggen, van alle vormen van levensgeluk. Het is wel interessant om ook te kijken hoe de Nederlandse pers bericht daarover. Trump is in the winning mood. Dat is toch een beetje het sentiment wat je hier leest. Lees jij dat daar ook in de lokale pers? Nee, helemaal niks. Wat ik over Trump heb gehoord is in allerlei opzichten bemoedigend nieuws. Nou waren dat wel peilingen uit de New York Times, moet ik er direct bij zeggen. En de indruk die je daaruit krijgt is dat Trump stap voor stap toch wel bezig is zijn greep, zijn ijzeren greep te verliezen. En waar er nu, dacht ik, was er een meerderheid van republikeinen die ook best het zonder Trump wilde doen bij de verkiezingen van 2024. Het alternatief is, die was het de meest populaire alternatief, is DeSantis, dat is de gouverneur van Florida. Dat is een minstens even grote boef als Trump. En daar komt nog iets bij, dat DeSantis, anders dan Trump, die nogal een onnozelaar is, zei het wel, iemand die haar fijn aanvoelt wat de gewone man wenst te horen. Maar DeSantis is een hele intelligente man. En dat zou, denk ik, nog meer gevaar met zich meebrengen dan een herhalingsoefening van Trump. Maar nogmaals, de peilingen geven aan dat een totale zekerheid over een wedergeboorte van Trump in 24, dat die er bepaald niet is. Nou, misschien nog wel eventjes interessant om dit bericht van nu.nl aan je voor te leggen. Zij schrijven: Trump overweegt om de campagne van de presidentse verkiezingen vervroegd in ieder geval te starten. Daarmee zou hij zichzelf beschermen en ook zijn grip op de Republikeinen verstevigen. Die grip is al stevig, maar omdat het natuurlijk ook kritiek is door de verhoren, wil hij dat naar voren gaan halen om in ieder geval zijn belangrijkste concurrenten op afstand te zetten. Nou, dat zou kunnen, maar dat is niet wat ik opgemaakt heb uit de becijferingen van de New York Times. Die gaf toch vrij sterk de indruk, en dan moet je zeggen dat de New York Times bepaald geen vriend van Trump is, dat zal duidelijk zijn. Maar die gaf toch de indruk dat die greep van Trump op de Republikeinse Partij misschien wel niet zo ijzeren is als algemeen wordt aangenomen. En dat die wel degelijk, dat er wel degelijk sprake is van erosie van steun. Wat misschien toch iets te maken heeft met die verbazingwekkende verhoren die die huiscommissie heeft georganiseerd. Oh, dan moet ik er misschien nog even bij zeggen dat natuurlijk Wyoming is de thuisstaat van Liz Cheney, de dochter dus van Dick Cheney, die een belangrijke rol speelt in die commissie. Wat des te opmerkelijker is omdat zij een aarts-conservatieve republikein is. Wyoming heeft maar één vertegenwoordiger in het huis, omdat de bevolking van Wyoming zo bijzonder klein is. En dus het lid van het huis van Wyoming, Liz Cheney, die is at large, zoals dat heet. De hele staat is één district. Gek genoeg heeft de staat dus wel twee senatoren, maar één lid in het huis van afgevaardigden. Dat is Liz Cheney. Nou, volgens mij heb ik vorige keer al die cowboy geciteerd waar ik een half uurtje mee in de auto heb gezeten. Of een uur, zoiets. En dat was, kijk, vrijwel iedereen in Wyoming is Trump-stemmer geweest. Nou, daar moet je mee rekenen. En hij was natuurlijk ook Trump-stemmer, maar zei hij, Trump is een idiot. En waarom heeft, dus ik vroeg natuurlijk, god ja, idioot is, dat wil ik graag toegeven.
Waarom heeft u dan niet op de andere partij gestemd? Nee, zei hij, dat kan absoluut niet. De andere partij, Joe Biden, heet Amerika. Dat is hier een... Hier in Wyoming is dat, en trouwens ook in Montana, dat is een vastgegeven. De Great American Heartland, die voelt zich, laten we zeggen, vijandig bejegend door het moderne Amerika. En zij zien zichzelf natuurlijk als de vertegenwoordigers van het ware traditionele Amerika. En niet waar overgoten met de cowboy-mystiek en de strijd tegen de Indianen, bij wijze van spreken. En nou ja, wat ik al zeg, dit is een samenleving die in allerlei opzichten is blijven steken in de late jaren 50. Wat je van een stad als Seattle bepaald niet kunt zeggen. Oké, ander onderwerp dan. Veel luisteraars sturen ons ook vragen, dankjewel daarvoor. Hoe is het met je, Maarten? Vooral omdat je natuurlijk een totaal ander ritme hebt dan hier in Utrecht, in Nederland. Hoe bevalt je dat? Voor mijn doel moet ik natuurlijk vroeg op. Ik nam even een slokje cola. Ik drink nooit cola, is ook zo gek. Alleen in Amerika drink ik cola. En wel cola met ontzettende grote hoeveelheden ijs. En waardoor is dat mogelijk? Doordat elk hotel een ijsmachine heeft. Dat ontbreekt in Nederland eigenlijk. Dus je tankt zo'n hele pot vol met ijs. En dan neem je 2 blikjes cola light. En dan kun je daar eigenlijk de hele avond mee door. Omdat die cola zo verdund wordt dat je het veilig kunt drinken, volgens mij. Hoe is het schema dan? Nadat we betrekkelijk vroeg opstaan, dan moet er onvermijdelijk wijze ontbeten worden. Pas op dus dat je niet bereeds ook bij het ontbijt een kilo hashbrowns naar binnen werkt. Waardoor je de hele dag eigenlijk al min of meer voor pampers ligt. En ja, dan beginnen de opnames. En ja, iedereen weet hoe. Nou, iedereen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, god, hoe gaan tv-opnames? Dat is... Ik vergelijk het vaak met de militaire dienst. Dus ja, je staat een groot deel van de tijd sta je rond te lummelen. En moet uitgemaakt worden hoe het shot precies gemaakt moet worden. En wie erin moet staan en waar. En als je dan allemaal goed staat, dan komt er een wolk voor de zon. En dan moet je toch nog... Nou ja, kortom, het is een... Je moet een geduldig type zijn, laat ik het zo zeggen. Ongeduld bij tv-opnames. Bovendien is natuurlijk de klassiek. TV wil altijd leuke dingetjes. Dat je een bootje gaat, of dat je een ijsje eet, of dat je een ijsje koopt. Of, nou ja, het moet een beetje tierenlantijn hebben. Hè? Het moet een beetje zijn zoals een acaciablad. Ja, er staat hier een acacia voor mijn neus. Vandaar dat ik dan nu op het voorbeeld van het acaciablad kom. Wat bestaat, zoals je weet, bestaat een heleboel kleinere blaadjes, zal ik maar zeggen. Dat zijn de opnames en dan, dat is ook een heel bekend fenomeen in televisieland. Daar heb ik al jaren mee te maken gehad. Er wordt gezegd, we zijn valt vandaag enorm mee. We zijn om 4 uur klaar. En tenslotte bijna om 7:15 klaar. Maar goed, als het er allemaal opkomt en je hoeft het niet het hele jaar door te doen, dan is er best mee te leven. Ja. Even tussendoor, heb je je telefoon anders vast dan net? Nee, volgens mij niet. Het kan zijn dat ik hem licht heb laten zakken. Is het zo beter? Ja, zo is het beter. Oh, neem me niet kwalijk. Ja, dat had je eerder moeten zeggen. Ik zak altijd. Mijn hand zakt altijd naar beneden, zal ik maar zeggen. Nou ja, het is met die telefoon zo. Ik ben natuurlijk zo oud dat ik geleerd heb te telefoneren met zo'n horen, weet je wel. Met boven een stukje voor het luisteren en onder een stukje voor het spreken. En nu heb ik een soort vierkant doosje in mijn hand. Dat is de iPhone. Ook maar geen reclame maken, dat is de hoe heet het, phone. De intelligente telefoon, zal ik maar even zeggen. En dat, ik heb altijd moeite om dat ding zo te houden dat oor en mond op de juiste wijze gedekt zijn. Ik heb veel liever zo'n horen. Ik zou het liefst hebben eigenlijk dat mijn telefoon uitschuifbaar was. Ik verlang nog wel eens terug. Ik ben begonnen met zo'n klaptelefoontje. Van Motorola. En dat kon je dan. Ingeklapt was het echt een miniatuur dingetje. Hartstikke klein. En dan kon je het uitklappen. En dan kon je er een antenne uittrekken. Ja, dat duidt waarschijnlijk op een primitieve elektronica. Maar goed, ik vond het een enorm prettig dingetje. Daar kwam het op neer. Bovendien had je natuurlijk al die flauwekul. Die zat er niet op. Oké. Ander onderwerp dan. De oorlog in Oekraïne gaat helaas door. Hoe speelt dat daar? Zijn ze daarmee bezig? Nou, in ieder geval niet door de lokale pers. Ik moet je zeggen dat ik,
dat ik altijd probeer om ook de lokale krant even te lezen. Net zo goed als ik probeer om een lokale boekhandel te bezoeken. Maar als je nou wil weten waarom Amazon tot ontwikkeling is gekomen, dan is vooral een reis door de grote merken naar Heartland bijzonder instructief. Want er zijn eigenlijk geen boekhandels. Ja, maar in wat grotere plaatsen natuurlijk wel. Maar in Louisville of in wat was het, Glen Drive of Dive waar we waren. Daar, of Drumheller, daar heb je geen boekwinkels. Dus ja, dan ben je wel aangewezen op verzendhuizen. En zo is Amazon begonnen als verzendhuis van boeken. En eventueel tijdschriften. Of de administratie van abonnementen. Ja, het is er gewoon niet. Dat is een hele wonderlijke zaak. Volgens mij heb je in Nederland, zelfs in kleine provinciesteden, meestal een heel behoorlijke boekhandel. Maar daar is hier gewoon, helemaal geen sprake van. Ja. Oekraïne, daar hadden we het over. Oh ja, de Oekraïne, ja. Ik kan niet zeggen dat de lokale pers daar veel aandacht aan besteedt. Integendeel, wat mij opviel, ik heb gisteren de krant van Louisville zitten lezen. De lokale krant is ook werkelijk tot in de botten een lokale krant. Dus hele pagina's van overlijdensberichten van bekende dorpsgenoten. Het dorpsfeest wat gehouden was, een soort van festival. En wie er allemaal niet geweest waren, wie het georganiseerd hadden. En dat de kinderen van Pietje Puk er ook waren. En er stonden ook leuke fotootjes bij. En dat ze geen onderwijzers konden krijgen aan de scholen. Die er overigens vrij modern uitzag, pas gebouwd was. Je denkt dat is een typisch Nederlands probleem, dat niemand onderwijzer wil worden. Maar het behouden van onderwijzers hier in Louisville is heel erg lastig. Waarschijnlijk natuurlijk, ja, als je als onderwijzer bent en je wordt hier geïmporteerd, dan denk je natuurlijk na een paar jaar valt, niet waar, die hele dorpse beperktheid, dat valt natuurlijk als een lode steen. Nee, als een baksteen op je hoofd. En dan denk je, weg uit Louisville, ik moet ergens anders heen. Ik wil nog wel eens wat. Maar goed, Louisville heeft last om zijn onderwijzers te behouden. Ja, het Nederlandse nieuws dat nog gerelateerd is aan die oorlog in Oekraïne, is dat, nou ja, los van alle hoge energieprijzen, maar dat verhaal kennen we, is dat Nederland in Engeland in ieder geval op grote schaal Oekraïnse militairen gaat opleiden. Je bedoelt, wij gaan trainen. Nee, wij gaan dus naar Oekraïners trainen, nee. Of gaan wij zelf trainen om daar ingezet te worden? Nee, wij gaan dus naar het VK toe om daar in ieder geval Oekraïnse militairen op te leiden. Aha, precies. Het gaat om training van Oekraïners. Nee, anders zou ik het wel vrij eigenaardig hebben gevonden dat een NATO-land daadwerkelijk de troepen naar de Oekraïne stuurt. Ik lees natuurlijk wel wat daar gebeurt. Maar dat lees ik gewoon op de telefoon in de digitale versie van de New York Times. Dus dat lees ik niet. Lokaal is mijn indruk, interesseert ze dat echt geen reet. Wat je hier in de cafés aan hebt staan als je 's avonds gaat eten, is sport. Dus denk, we waren laatst in een café waar 11 gigantische tv-schermen waren. Waarop je overigens wel Wimbledon kon volgen, dat wel. Maar daar werd niet zo geweldig naar gekeken, was mijn indruk. Ja, en verder natuurlijk American football. Een van de medelste sporten die ooit zijn uitgevonden, omdat het grotendeels stilstaat. En dan natuurlijk, baseball, waar ik meestal niks van begrijp. Ik ben geen uitgesproken sportliefhebber, dat zal iedereen bekend zijn. Vooral als je van een sportgever standbaar hebt, dan is toch de indruk dat ze knettergek zijn geworden, zou ik zeggen. Dat heb je toch ook bij cricket. Heeft Monty Python heeft dat toch nog eens een meesterlijke satire op weten te maken. Ja, en natuurlijk, basketbal vanzelfsprekend. Waar ze ook meestal bezig zijn om elkaar te stompen en weg te duwen, als ik het goed gezien heb. En bovendien, ja, je weet hoe het met basketbal is. Dat zijn altijd van die standen van 92, 89. Dus dan weet je al. Ze rennen heel hard naar rechts, dan wordt er rechts een doelpunt gemaakt. Dan rennen ze heel hard naar links, dan wordt er links een doelpunt gemaakt. En zo gaat dat door. En dan wordt het tenslotte 92, 89. Ja, daar is niks aan te beleven. En wat dat betreft is natuurlijk voetbal, als er tenminste überhaupt gescoord wordt, dan nog wel beter. Want dan is vaak het doelpunt toch een soort van emotionele ontlading. Maar ja, als je in 92-89, dan is een doelpunt een betekenisloos moment geworden. Hoogstens kun je zeggen, gut, wat knap dat ze van grote afstand in dat klotenmandje kunnen gooien.
Ja, dat is eigenlijk wel. En dat staat dan op 11 schermen. En niet zo'n beetje schermen, maar gigantische schermen, die overigens van verbazende scherpte zijn, was mij opgevallen. Het EK, kijken ze dat bijvoorbeeld? We hebben, wanneer was het, zondag een spannende wedstrijd achter de rug. Zwitserland verslagen, dus de Oranje Dames zijn weer een stapje verder. Wordt dat gevolgd naar het EK? Nee, dat kijken ze niet. Want het is een EK, het is geen WK. Je weet dat het Amerikaanse damesteam is geloof ik wel van goede kwaliteit, heb ik begrepen. Er zijn ook allemaal, ik had laatst ook al stond allemaal stukken over in dat er nogal een opstandige speelster was, als ik het me vaak herinner. Maar ik moet je tot mijn bittere schande zeggen dat ik geen bal geïnteresseerd ben in het EK voetbal voor dames. Nee, Amerikaan, op de 11 schermen was dit niet te volgen, kan ik je verzekeren. Het was toch allemaal Amerikaanse sport. En de Tour? Nee joh, ze weten niet eens wat de Tour is als je het mij vraagt. Ik volg de Tour op, op teletext. Bij Atten prima op de hoogte. Hele leuke, interessante Tour als ik het goed gezien heb. We hebben natuurlijk wat spannende etappes achter de rug. Vorige week donderdag kan ik me nog herinneren. Ja, nee, ik vond het geweldig dat die Pogacar, als je dat tenminste, ik heb geen idee hoe je dat uit moet spreken. Ja, Pogacar volgens mij. Denk, ja, ik moet altijd aan auto's denken als ik die naam zie. Maar ja, iedereen dacht natuurlijk van god, hij heeft zichzelf in het geel gereden. In een relatief heel vroeg stadium. En hij zal in het geel ook wel in Parijs aankomen. En wie weet zal dat alsnog gebeuren. Maar het is natuurlijk wel ontzettend lollig dat hij notabene door een Deen uit het geel gefietst is. Ja, dat vond ik natuurlijk wel amusant. Ik ben zoals je weet van, ik heb helemaal niks met sport. Maar sommige aspecten van de Tour de France, die vind ik wel interessant, ja. De complexe combinatie van, laten we zeggen, teamsport en individuele sport. De enorme poppenkasten die ze daarbij georganiseerd hebben. Het enorme verschil tussen vlakke etappes en beta. Nou ja, kortom, het zit complex in elkaar. Het is wat dat betreft, ja, daar samen zo dicht op elkaar fietsen, waardoor ze voortdurend allemaal gruwelijke wonden oplopen, dat is nou weer wat anders. Trouwens, even tussendoor, als ze de avondetappe je zou uitnodigen om daar aan te schuiven, zou je daar dan op ingaan? Nee, nou, zou ik denk de avondetappe is ook niet gek genoeg om mij te laten aanschuiven, zou ik zeggen. Wat zouden ze van mij moeten horen? Hoe ze het beter zouden kunnen doen, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, ik neem aan dat die avondetappe, die wordt die uit Nederland gemaakt of ook weer in Frankrijk? Ja, volgens mij zitten ze gewoon in Frankrijk, ja. Ja zeg, ik ga daarvoor voor 10 minuten in de avondetappe, daar ga ik niet een hele dag voor in de auto zitten. Maar nogmaals, ik maak me nou helemaal geen zorgen over, want ik zou dat aanvragen ze me niet. En B zouden ze het doen, zou ik zeggen, nou, liever niet. Wat moeten ze nou met mij met de avondetappe? Maar de reden dat ik het vraag is dat Marcel van Roosmalen daar wel zat. En daar was heel veel kritiek op, want hij zat volgens mij op die donderdag, vorige week donderdag was dat, fantastische etappe. En 's avonds zat daar Marcel van Roosmalen en de echte wielerliefhebbers, ja, die waren daar boos over, want die zeiden van ja, heb je zo'n fantastische etappe achter de rug en dan zit Marcel van Roosmalen, die helemaal niets met wielrennen heeft, die zit daar om dat te duiden. Ja, maar laten we eerlijk zijn natuurlijk, zowel dat geldt voor mij, voor heel veel van mijn tv-optredens, dat je speciaal uitgenodigd wordt om een beetje zure praatjes te houden. En dan liefst ook over een onderwerp waar je ook zure praatjes over kunt houden. En als ik nou een beetje geïnformeerd ben over Marcel van Roosmalen en de televisie, dan is mijn indruk dat hij speciaal gevraagd wordt om een beetje komische, cynische praatjes te houden, toch? Dat is zijn specialiteit. En laten we God danken dat er meerdere mensen zijn die dat kunnen. Omdat natuurlijk het spommen onder elkaar voortdurend zitten te lachen, niet waar, een plaag is die als een schimmel over de televisie boekert. Oké, dan hebben we ook nog even de boeren. We hebben veel reacties gekregen naar aanleiding van de boerenpodcast. Wil je die terugluisteren? Check eventjes de beschrijving bij deze podcast. Daar vind je de linkjes. Die boeren zeggen, Maarten die snapt er helemaal niets van. Dat blijkt wel uit die podcast. En ze willen heel graag met jou in gesprek. We hebben vandaag ook gezien, Rutte is op bezoek geweest bij een boer in Limburg volgens mij. Boeren willen ook bij jou langskomen, Maarten, om met je in gesprek te gaan. Nou, dan dat hebben ze helemaal bij het verkeerde einde. Maar ik ben graag bereid om aan de boeren uit te leggen dat zij de problematiek helemaal niet snappen.
Alleen onder voorwaarde dat ze niet zo'n trekker in mijn voertuig rijden. Dus als jij een leuke locatie weet te vinden, dan vind ik dat best. Wil ik je best nog eens vertellen hoe het zit. Want dat schijnen ze absoluut niet te begrijpen. Dat begrijp ik. Zij willen het mij graag uitleggen. Maar dat ze zullen van een koude kermis thuiskomen. Ja, maar ze willen met jou in gesprek, hè? Voor de duidelijkheid. Maar ja, ik ben altijd graag bereid om met mensen in gesprek te gaan. Omdat vrijwel altijd blijkt dat ze er nergens iets van af weten. Oké, tot zover Maarten. Een fijne reis daar in Amerika. Wij spreken elkaar snel weer voor een vervolg. Abonneer je op deze podcast, want dan krijg je vanzelf een seintje als een nieuwe podcast klaar staat. En ook op de socials kun je ons volgen. Maarten Podcast op Twitter en Insta. Om een beetje komische, cynische praatjes te houden. Kijk eens even naar Obama in 2008. Geniet op vakantie van een nieuw luisterboek. Dan zult u zien wat een spectaculaire verkiezingsoverwinning dat feitelijk was. Maarten van Rossum over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In de popular vote al 10 miljoen stemmen meer dan John McCain. Die natuurlijk ook in feite een bejaarde was die een volledig malle vrouw op sleeptouw had. Het linkje naar het luisterboek staat in de beschrijving van deze podcast.